Hoi allemaal, dit is onze week in maaltijden. Ik laat je zien wat we maandag tot vrijdag hebben gegeten als avondeten. Nu ik alle maaltijden zo achter elkaar monteer, zie ik dat we heel veel dagen vegetarisch hebben gegeten. Behalve één dag en ook één dag vegan. Maar ook als je niet vegetarisch bent of als je niet vegan bent, vind je hier vast genoeg inspiratie. Dit is dag 1, hier aten we pizza. En we hebben zelf een volkoren speldbodem gemaakt met de broodbakmachine. Er zit een stand op voor pizzadeeg, maar je zou het ook prima met de hand kunnen kneden natuurlijk. En de bodem hadden we dan bedekt met roomkaas en daarbovenop verschillende groenten. Courgettes, paprika, wat ui, gerooste paprika. Er zat ook wat pesto op, alleen dat kan je hier niet zo goed zien. En we hadden nog wat mozzarella eroverheen gestrooid. De volgende dag aten we deze vegan maaltijd, rijst met ertjes, bloemkool en deze Zeeuwse zeewierballetjes. Hier heb je een plaatje van hoe het doosje eruit ziet. Ik had ze nog nooit geprobeerd. Ik wist ook niet dat ze bestonden, maar ik zag ze bij de Ecoplaza en het leek me leuk om het een keertje te proeven. Ik vond ze niet super lekker, maar goed, smaak is heel persoonlijk natuurlijk. En als je ze wilt proberen, dan zou ik dat zeker niet nalaten. De volgende dag aten we pompoensoep met brood. En deze pompoensoep is van de Albert Heijn. Kant en klaar uit zo'n zak van eigen merk, geloof ik. Van de Pure en Eerlijk Lijn, de biologische soep. En op brood zat deze plantaardige boter en wat abrikozenjam. Op donderdag aten we rode kool met appeltjes, aardappelsalade en zelfgemaakte kipsnitzels. En die aardappelsalade had ik gemaakt volgens een vegan recept. Dus voor de vegans onder jullie zal ik hem even linken in de beschrijving hieronder. Was erg lekker, echt een aanrader. En dan op vrijdag aten we de risotto van Zonnatura. Dat is zo'n zakje met kant-en-klare risotto. En ik had er zelf nog ertjes doorheen gedaan, zoals je kan zien. Verder had ik er een ei bij gebakken en ik eet dan alleen de eigelen omdat ik niet tegen het eiwit kan. Daarnaast hadden we nog brood met hummus en daaroverheen had ik wat bieslook gestrooid. Dus het was ook een heerlijke maaltijd. Nou, dit waren ze, alle maaltijden van maandag tot vrijdag. Vergeet niet om op het duimpje omhoog te klikken en laat me vooral weten als je meer van dit soort video's wilt zien. Ik vind het zelf ook altijd leuk om dit soort video's te kijken en ik vind het geen probleem om ze zelf vaker te maken. Dus ik hoor graag van je en ik zie je de volgende keer. Doeg! Ik zal nu nog even dat clipje invoegen van hoe mijn buik er nu uitziet. Zoals je kan zien is er nog niet heel veel te zien en ik kijk er wel heel erg naar uit dat ik een mooie grotere buik krijg. Dat lijkt me heel erg leuk en ook dat ik de baby voel bewegen. Dat lijkt me dat het weer allemaal een stuk echter voelt.